Welkom bij Tai Chi Well. Ik laat jullie vandaag iets zien over de speer Tai Chi. En veel mensen die Tai Chi beoefenen, die doen alleen de handvormen. En bij uitzondering worden tegenwoordig ook nog zwaard of waaier Tai Chi vormen gedaan. De speervorm is echt veel minder populair. En dat is jammer, want het is een hele mooie vorm. Waarom is het zo mooi? Je bent heel erg lang met een speer. De speer komt ongeveer tot je oor. Dus je kan voorstellen, als je gaat dansen met zo'n speer, dan heb je een enorme dramatische expressie eigenlijk. En, de speervorm die ik doe komt uit de familie Chen. Chen-familie. Chen-stijl Tai Chi. En dat zijn eigenlijk twee vormen in één. Niet veel mensen weten dat. Het is niet alleen een speervorm, maar het is ook een stafvorm. En die staf en die speervorm die zijn in één vorm gedaan. En daarom zie je ook veel hele lange steekbewegingen en grote ronde draaiingen van de speer. Maar ook korte stootbewegingen en technieken. Dat is dan uiteraard heel duidelijk de staf. Ik zal je mijn speer even laten zien. Speer met hoes. En hier is de boven... stuk, de spearhead. Ik laat je even details zien. Mooie lemet, mooie mes. En dan hier hebben we een detail. De draak, uiteraard altijd. En de draak is niet zomaar een leuk Chinees icoon. De draak is diep symbolisch, diep in het archetypische veld van de Chinees. En over de hele wereld, ook in Zuid-Amerika, Afrika, Japan, overal komt de draak terug. Als zijnde gebundelde kracht. Kracht die niet blind is, maar heel erg verbonden is met... of eigenlijk ondergedompeld in intelligentie en lenigheid. De draak is zeg maar aarde en lucht geïncarneerd. En hier is als een soort van vuurstraal komt het mes eruit. De andere kant laten zien. Nog een leuk detail is dat de speervorm, als je dat echt met een echte speer als deze doet, dan is dat heel zwaar. En dat is een goede spieroefening voor schouders en armen. Want dat ding dat bij elkaar kan zo van 6 tot 9 kilo wegen. Dus ik zal hem even opbouwen. Thank you.